Dit is Dini. En dit is Lea. Van Tim Zello. Het huis van handwerken. En ik zit bij die, in deze nieuwe opstelling bij de poot. Oh, nou, ga zo een beetje. Nee, ik zit nu al bij de poot. Over zo in het midden zit, deed ik de Amazone zit. Oh. Ja. Ja. Dan heb je niet een poot. Dan heb je niet een poot. Wist je dat bij de Amazone zit? De vrouwen een soort beugel kregen hier bij de heup, waar dat been dan zo in rustte. Dus het was helemaal niet zo dat ze uit zichzelf de hele tijd zo, maar dan kregen ze een soort beugel om waar die hoogste heup en dat been in lagen. Oh, want ik dacht ook al, het is heel ongemakkelijk allemaal. Maar dat was dan wel dat je gewoon zo, Nou ja, ik geloof dat Lady Mary, ja, dat die en de Amazone zit kan en toch flink door kan rijden. Oh ja, maar die ging later in een broek. Ja. Nou ja, dat is ook omdat ze daar alsmaar moesten moderniseren. Net zo goed als er op een gegeven moment een naaimachine kwam. Ja. En hoe heet zij in de keuken? Een bril kreeg. Ja. Weet je dat ik zat, waar keek ik naar? Oh ja, ik kijk nu naar een hele akelige serie op BBC First, waarvan je denkt, waarom kijk ik hier naar? Dat heet Time. Het gaat over een man die in de gevangenis zit en allemaal heel naar. En daar zit ineens die hele verrekte mevrouw, Mrs. Hughes in. Uit. Oh ja. Maar zij is daar dan hoe noem je dat? Ja, een zuster. Dus een soort zuster zoals in een klooster. Dus niet een zuster van in de verpleging, nee, maar een zuster uit een orde. Ja. En daar is ze ineens, speelt ze een hele goede rol. Maar bedoel je wel Mrs. Hughes of bedoel je O'Brien? O'Brien. En daar speelt ze dan ineens een hele fijne rol in. En daar moet ik dan toch een beetje aan wennen, want dan kijk ik ernaar en denk ik, spook. Nou, ze valt ook wel mee. Misselijke mokkel. Terwijl, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ik kan daar dan toch niet goed los van komen. Nee, maar dat is ook wel zo, dat je dat hebt. Ja. En heb je nou al eens naar Grantchester gekeken? Nee, ik kan het niet vinden. Kan ik niet vinden? Nee. Dat zit niet op. Als je wel naar Poldark en alles, want het is allemaal Engels. Ja, maar Grantchester, nou, allemaal andere series, maar Grantchester heb ik nog niet gevonden. Oh, ja, nou, dan heb je dat allemaal nog in goed petto. Met je heerlijke Sydney. Oh. Jullie hebben het vast al door. Het volgende onderwerp vindt Dini niet vreselijk boeiend. Ze is gewoon tijd aan het trekken. Zeg, had ik je niet. Laatst nog. Ik wil dit niet. Ja, ik wil het wel. Maar kijk, het is. Mijn moeder is al lang dood. Ik heb echt geen enkele andere moeder meer. Moederdag cadeau naakt te geven. Ja, maar dit is voor onze kijkers. We moeten gewoon elk jaar iets leuks maken voor Moederdag. En anders geef je het gewoon aan iemand anders. Of je houdt het zelf in de kast. Maar als mensen willen graag voor Moederdag iets leuks. Ja, voor die nog wel een moeder hebben. Ja. Oh ja. Dus ja, ik zou het leuk ik vinden. Ik moest van Lea een handdoek meenemen, dat heb ik gedaan. Ik ook. En hoe komt het nou dat ik zo groot heb? Nou, die gebruik ik nooit. Oh ja. En al mijn andere handdoeken. En ik heb van deze, die heb ik meegenomen, want dat zal Lea. Die gaat nu gekke bekken trekken, maar ik heb het thuis zo dat ik heb twee van deze hangen. Eén voor als ik het tandenpoets gebeuren en mijn gezicht en zo. Dan hangt er daarachter eenzelfde die ik alleen gebruik voor het haar. En dan heb ik een hele grote van dit. En die gebruik ik dan als ik uit de douche kom. Dus het zogenaamde setje. Ja, kijk. Ik snap nooit waarom mensen met zo'n grote handdoek, want het moet allemaal in de was en je hoeft toch niet iedere dag een schone? Ja. Nee, ik heb elke dag een schone handdoek. Ik ga elke dag onder de douche en pak gewoon een schone handdoek. Nou ja, als we het nou over voetafdruk hebben.
Ten eerste hoef je niet iedere dag onder de douche. Het kost allemaal ontzettend veel gas en water. Ja, maar ik wil niet zo stinken. Ik stink toch ook niet? Nee, ik stink ook niet. En ik vind, je kan best een paar dagen doen met een handdoek. Ja, maar als je gedoucht hebt en je hebt ook je onderlijf ermee afgedroogd en je vieze voeten en zo. Ben jij van de onder- en bovenwashandjes? Nee. Nee, ik gooi hem gewoon elke dag in de was. Ik doe eerst mijn bovenlijf en zo. En na een douche ben je toch schoon, dan maakt het toch niks uit waar je, of je met je handdoek je kut hebt afgeveegd. Of je poepert. Want die is toch schoon dan? Ja, je weet nooit wat er even uitkomt. En waarom ga je anders onder de douche? Nee, maar je bent dan toch schoon? Ja, maar ik wil toch niet met een handdoek? Nee. En vieze voeten. Ik gebruik nooit zo'n grote. Ik heb altijd gewoon zo'n kleintje. Nou ja, nou, en dat doe ik mijn hele lijf dan mee. Bijpassend. Twee grote en een kleintje. Ja. Nou, één keer in de week. Mijn dochter die wil wel altijd per se zo'n hele grote handdoek. Dus die heb ik wel in de kast liggen, maar die gebruikt ze eigenlijk. Nou, dus ik ga hier iets in deze rand, waarbij ik er dan rekening mee moet houden dat die rand is dan zo zichtbaar, want zo hangt hij aan het rekje. Dus hier moet iets anders komen te staan. Voor mezelf. Voor dan, jezelf. Hè? Voor mezelf. Ja, dan zet je de dini op of zo. Of I hartje you. Nee. Dat vind ik echt zo. Dat zou verboden moeten worden gewoon. I hartje Amsterdam. I hartje New York. Nee, het was I Amsterdam. Ja, maar ik vind het allemaal heel erg, dat soort dingen. I hartje. De eerste keer was dat leuk. Ja. Met zoiets als Access for All of zo. Ja. Ja. Heb ik zelfs als een collega. Dus zei ik, ik stuur je dit niet over de mail, want jij hebt Access for All. Kijk, dat zijn nou leuke grappen. Ja, maar dat was het. En heb ik al die grap gemaakt over dat jij en ik de prins op het witte paard spoedig tegemoet kunnen zien? Want? Omdat hij met de huidige brandstofprijzen in de auto komt. Hoe vind je die? Heb ik niet van mezelf, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Maar waar had die man nou een wit paard vandaan? Ja, weet ik veel. Ik vind paarden eng en die hebben van die hele grote tanden. Ja, ik ben ook... Nou ja, ik heb vroeger met Erik wel een paard gehad en daar was ik helemaal niet bang voor, Henk. Maar ik heb ook niet zo'n paarden en ik wil er ook niet op rijden. En dat zeiden mensen, en ik ben dus nogal wat bang voor paarden, en stond daar een paard en ik dacht van nou, ik ga mijn angst overwinnen. Dus ik denk erom dat je hem niet recht aankijkt hoor. Nee, hoe was het nou ook alweer? Je moet hem juist wel aankijken. Als je je blik afwendt, dan weet hij dat je je niet op je gemak voelt. Dan hebben ze me wel weer bij de poot gaan. Nee, er was iets met een paard. Nee! Je moet een schapen paard moet je niet aankijken. Aan de zijkant aaien, want dat ziet hij niet. Je moet hem van voren benaderen, want het paard kan niet goed opzij kijken. Zoiets was het. Zo. Ja, nou, dus ik vind dat soort gebruiksaanwijzingen bij een dier. Alsof wij geen gebruiksaanwijzing hebben. Moeten we niet even beginnen, dan kunnen we daarna ik heb lullen. Even voor de heren. Blijf van mijn oor af. Ik heb een gebruiksaanwijzing. Ik vind het verschrikkelijk als mensen aan je oor zitten. Oh, dat gaat ze aan je oor zitten knabbelen. Oh, dan wil ik slaan. Gauw slaan. Nou, ja, vind jij het prettig als iemand aan je oor zitten knabbelen? Ik durf nu helemaal... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Je zit nooit aan mijn oor, maar ik bedoel... Er zitten zo aan je lelletje te lebberen. Oh. Vind ik niet fijn. Ik weet niet wat voor komt. Wat gaan we hier weer mee doen? We gingen toch een handdoek borduren? Ja, maar dan, ik dacht, dan appliceren we er bijvoorbeeld even zo'n leuk hartje op. Oh ja, nee. Ik ga er alleen maar iets op borduren. En dan... even kijken. In een bijpassende kleur, maar dat het niet zo opvalt. Dat het niet opvalt. Wordt waarschijnlijk niet zo heel mooi. Ja. Deze kleuren zijn perfect subtiel.
Ik wou dus eigenlijk gewoon van een stofje, deze bijvoorbeeld vind ik heel schattig, heb ik een rokje van, een hartje maken. Maar dit gaat allemaal weer ontzettend veel tijd kosten. Heel leuk, dit. Ja, maar het gaat om dat je een leuk cadeautje maakt voor je moeder. Dat roffel je toch niet in 2 minuten af. Vind je dat nou niet leuk als je dan hier van deze stof een hartje maakt? Ja, want dit is ook leuke stof. Ja. Ik heb er al eens eerder ergens voor gebruikt voor het appliceren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zoiets of effen of zo leuk. Hier wil ik ook altijd nog eens iets leuks om. Maar ja, dan moet je wel zeker weten dat dit zich goed gedraagt in de was. Hè? Dat is katoen, katoentje. Dit is ook katoen. Maar dan was ik hem niet meer op 60 graden. Ja, ik was mijn was ook altijd op 60 graden. Ik was helemaal niet van plan om daar wat over te zeggen. Maar wel op het eco. Terwijl ik daar wel wat van vind. Maar wel op het eco menu. Ik heb een speciaal eco menu. Ja, heb ik ook. En dat, maar dat is 60 graden, dus dat doe ik aan mijn handdoeken en zo, mijn onderbroeken. Ik ben van het witte onderbroekenleger. Ja, dat weet ik. Afschuwelijk vind ik dat. Dat kan ik wel heel kwaadaardig zeggen, zo kom je natuurlijk ook niet aan een nieuwe man met een witte onderbroek. En mannen zien toch je onderbroek niet gelijk? Nee, maar dit, trouwens heb je Bridget Jones al gezien. Ja, maar die onderbroeken waren niet wit. En ik bedoel, zo'n witte onderbroek, dat is gelijk dan ook zo erg. Nou, dat is wel grappig, want toen ik op... En jij doet notabene ook nog eens je hemd in je broek. Ja. Ja. Als dat er overheen hangt, dat is toch niet prettig? Ik heb ook een wit hemd. Ja, ik weet het, want je kleedt je nog wel eens uit voor mij. Dit is allemaal heel veel werk. Dat klinkt heel vreemd. Nee, als we iets maken of passen of met een joggingbroek maken of zo. Dat bedoel ik. Ja, ik moet zeggen, dat vond ik wel een tikkeltje gênant. Vooral toen dat filmpje op de Creadoe draaide. Dat ik plotseling in mijn wit om. Oh ja, maar waarom heb je dat filmpje dan, waarom heb je dat verkund? Nou, we hadden daar een laptop staan. En dan zet ik gewoon de hele playlist aan. Ga je er gewoon zo heel borduurwerk maken? Nou, ik kijk even waarom je dit hebt klaargelegd. Nou, dat hoort gewoon bij dat garen. Dat zet ze in je doosje. Knip je hem zomaar? Ja, voor de vuist. Nou, zeg. Hoppa. Dat is heel knap. Als ik dat doe, dan moet ik dat eerst dubbel vouwen. Ja, maar ik heb laatst een boek gekocht. Op het Lentefestival. Heb ik een boek gekocht? Je mag niks meer kopen van mij. Nou, die waren 2 voor een tientje. Weer een tientje? Ja, maar dat waren allemaal inspiratiehoeken. Oh ja, net als hoe je van theezakjes felicitatiekaarten maakt. En, die heb ik laten liggen. Jij en ik zijn de enige die kaarten aan elkaar sturen. Mm. Dus hoeveel... Je wil niet weten hoeveel... Hoeveel van dat soort gedoe kun je maken? Nou... En wat doe je er dan mee? Echt, die hele Creadoe die staat vol met kaartje maken dingen. Met mallen en techniekjes zus, techniekjes zo. Wanneer heb jij voor het laatst zo'n soort kaart van iemand gekregen? Van Marjan. Oh. Maar dit is niet van theezakjes. Nee, niet van theezakjes. Nee, precies. Dat bedoel ik. Maar mensen maken nog steeds heel veel kaarten. En met kerst heb ik ook zelfgemaakte kaarten gehad. Maar ja, ik ben dan zo, ik bewaar al die zelfgemaakte kaarten. Ja, ik bewaar die kaarten ook allemaal. Die komen alle kaarten. Ja, en dan ben ik eigenlijk van plan om nog een keer van die oude kaarten. Krijg ik hier wel een draadje door? Ja, dat denk ik wel. Van die oude kaarten wil ik een nieuwe kaart maken. Dat je daar dingen uitknipt en dat plakt en zo. Nee. Is dat wat mensen in bejaarden houden? Wacht nou, maar na de kerst komen er altijd van die oproepen of je al je oude kerstkaarten weg wil geven. Aan een bejaardenhuis of zo, dan gaan ze er iets mee doen. Nou, dat wist ik niet. Echt niet? Nee. Jij wist weer wel van die onzin dat je een muts moet breien op een flesje frisdrank
En dat dat dan voor oude mensen. Ja. En dan dit weet je dan weer niet. Nee, dat weet ik niet. Kijk, ik ga nu in de rand van deze handdoek, ga ik dit, dit blad een beetje in de vrije vallen. In een kleur die je niet ziet. In een kleur die je bijna niet ziet, heel subtiel. Oh, dat heet subtiel. Ja, dat vind ik nou weer leuk. Oké. Nou, en ik heb een zeer opvallend rood hart geknipt met een vogeltje. En dat ga ik hier... Het is maar net wat voor soort moeder je hebt, denk ik. Als je een moeder hebt die het leuk vindt dat je goed laat zien hoeveel je van haar houdt, dan doe je het iets opvallender. En heb je een moeder die zegt, wat heb je met mijn handdoek gedaan? Dat zou toch geen enkele moeder zeggen? Nou, nee, niet als je, als je een nieuwe handdoek gekocht hebt bij de Vibra. Maar mijn moeder zou het heel leuk vinden. Die garen is zo subtiel. Dat je daar niks van terug ziet. Oh, dat is toch zonde? Ik had hem beter kunnen keren, hè? Misschien kan dat nog wel. Je ziet er toch niks van. Nee, je ziet er toch niks van. En ik heb dit nu even geprobeerd en ik vind het niks. Dit is niet een even. Nee, ja. Maar je moet ook wat voor je moeder over hebben. Ja, maar ik bedoel, voor onze kijkers... is de lol er nu wel weer af, denk ik. Dus het idee is, maak voor je moeder of je schoonmoeder voor Moederdag een leuk cadeautje. Je kan natuurlijk ook. Veel beter dan je geld uitgeven aan een houten balkje waar je iedere dag zelf een dagkalender op moet verzetten. Of... nou ja, wat heb je allemaal voor... Of een pot met Engelse drop? Nou, dat is nog nuttig, want die kun je nog opeten. Nou, meestal als ze een pot met Engelse drop voor je kopen, is het de bedoeling dat ze die zelf leeg eten. Maar dan, dat vind ik nog wat, want dat verdwijnt namelijk ook gewoon. Oh ja, oké. Okay. Dan blijft die pot die open en daar kun je dan een zuurdezenmoeder in maken of zo, weet je wel. Maar al die zuurdezenmoeder. Al die volkomen... onzin die je dan weer ergens neer moet zetten. Ik zie die houten dat plankje met die dingetjes. Ja, toch? Dan heb je zo'n houten dingetje. Ja, met en dan die moet je blokjes. Dat zo met van die blokjes en dan moet je dat omdraaien. Maar dat nog bestaat, want kinderen vragen mij wel eens hoe laat is het en dan verwachten ze altijd dat je op je telefoon gaat kijken. En dan zeg ik wel, er hangt de klok. En dan kijken ze, ja, maar het staat toch wel op je telefoon. Ik bedoel, daar staat toch ook de datum op. Waarom moet je dan in godesnaam nog van die blokjes? Ja, nou ja, ik vind dat komt dan met hele scheepsladingen uit China gezet. En het is een verwoesting van materiaal. En het vult je kamer met allemaal flauwekul. Maar ja, kijk, jij hebt dat ook overal. Je hebt ook een enorme verzameling met spullen. Flauwekul. Ja, ik zet ze graag bij elkaar. Ja. Dat vinden ze leuk. Nee, maar kijk, daar heb ik drie varkentjes staan bijvoorbeeld. Die ene heb ik gered. Want dat is zo een met zo'n wiebelhoofd. Zo. Die zet je dan in de auto en dat is zo'n wiebelhoofd. Nou, die wou Lara weggooien. Dat vind ik echt super zielig. Dus die heb ik gered. Hij heeft een tijdje bij mijn auto gestaan. Ja, nou staat hij op de kast. Als mijn kleinkinderen komen, dan spelen ze daarmee. Kijk, en we hebben eens een keer met... We hebben eens een keer, denk ik met Sinterklaas met vrienden, dan hebben we zo'n spelletje. Weet je wel, dat je met een dobbelsteen moet gooien. En dat en als je dan een 6 gooit, mag je een pakje uitpakken. En als je een 1 gooit, dan mag je je stapeltje ruilen met iemand anders. En als je een 2 gooit, dan mag je iets van iemand anders pakken. Weet je wel, een heel ingewikkeld spelletje. Zo. Nou, en er was dus ook, ik zal even laten zien. Dat zeg ik nu weer.
Daar was dus ook deze koe op een kistje. En dit is een spaarpot. Zit ook nog wat in ook. Maar goed, die zit op slot. Er zit een slotje op. En ik zou werkelijk niet weten waar zich dat sleuteltje bevindt. Heb je ook van die spaarpot en dat je niet weet hoe je ze ooit weer open moet gaan? Nou ja, in ieder geval. Deze koe, dit is een koe van Vis. Ja, die man heeft Vis. Die bewaakt deze kist. Nou, vind je dit nou niet superleuk? Nee, ik vind dit echt zo erg. En dit is het enige wat het leuke wat ik daar aan overgehouden heb. Nou, ik hou ermee op. Kun je er iets aangeven wat het ongeveer is nu? Het is nu het is nu niks. Het is gewoon helemaal niks. Zo, had jij niet oh, nu we toch aan de borduur zijn. Had jij niet een verhaal van Anna Enquist over dat borduur? Ja. Wil je dat ik dat tevoorschijn? Ja. Dit komt uit de rubriek Geluk hoeft niets te kosten, maar waar vind je het? Deze week Anna Enquist. Je kan niet alle uren vullen met piano studeren, patiënten ontvangen en boeken schrijven. Je wilt ook wel eens gewoon niks. En dat kan met borduren. Als je nergens zin in hebt, is het heel bevredigend om te doen. Het tellen en rekenen of het allemaal klopt. Je kan zitten, maar je doet toch wat. Na de borreltijd kan je toch niet meer piano studeren. En je wilt ook niet altijd boeken lezen. Dus bijvoorbeeld als mijn man naar Brava zit te kijken, dan neem ik er een borduurwerkje bij. Het is rustgevend, je hoeft er niks van te leren of van op te steken. Als je een boek leest moet je nadenken, wat vind ik van de personages, wat vind ik van de plot. Maar hier hoef ik niks van te vinden, alleen een beetje opletten. Borduren deed ik als jong meisje al, met een buurmeisje. We waren een jaar of 8, misschien 9, borduurde ik samen aan tafel. Met veel kleurtjes wol borduurden we een tafereel van dansende kinderen op jute. Dat was met een telpatroon, dus je moest wel steeds onthouden waar je was. Ik vond dat heel gezellig, we zaten er liedjes bij te zingen. Samen handwerken doe ik nog wel eens in Zweden met een vriendin. Een borduurtafeltje of kistje heb ik niet. Ik stop de hele handel in een plastic zak met een potlood erbij om op het patroon door te strepen dat ik in het echt al geborduurd heb. Ja, dat vind ik altijd zonde mensen dat doen. Voor de kleinkinderen heb ik heel veel gemaakt, want het is namelijk zo ongelooflijk herkenbaar. Ja. In Zweden zijn er mooie kinderboeken en daarvan zijn van Clara Wever, kennen wij nog, mijn moeder die wilde altijd van Clara Wever, borduurpakketten. Die heb ik alle 5 besteld. Omdat mijn jongste kleinzoon heel gek is op kreeften, heb ik voor hem een grote rode kreeft geborduurd met een fles witte wijn erbij. En waarom dan weer zijn naam? Ik heb voor mijn kleindochter een enorme loper geborduurd met vlinders. Een dekentje voor haar vioolkistje. De kleinkinderen leven tijdens het werken aan bijvoorbeeld die loper echt mee. Dat is heel gezellig. Ze hebben ook alle 3 een kussen gekregen naar eigen ontwerp, geborduurd van de draden die ik over heb gehouden. Ja. Ik heb voor de kinderen zoveel geborduurd, ook kleine dingen voor op hun jasjes. Mijn zoon heeft het zelf ook geleerd. Als kleuter heeft hij een vis voor mij geborduurd. En die heb ik nog. Hij zei nog net toen ik het snapte hoe het moest, was het af. De narigheid met borduren is, wat je er ook mee maakt, het zijn eigenlijk altijd verschrikkelijke dingen. Een volwassen mens kun je geen plezier doen met een borduurwerk in een lijstje. Dus eigenlijk kun je het alleen met enig plezier doen als je kleine kinderen hebt, want die vinden het prachtig. De vogelboom van mijn kleinzoon, waar ik nu aan ga beginnen, wordt daarom misschien het laatste. Het omzomen van het linnen, een kruis maken in het midden. Ik raak helemaal beroerd van, weet je dat? Een kruis maken in het midden, het invullen op de kaartjes van de kleuren en hun codes, daar heb ik nu alweer zin in. Ja.
Ja, want zo is het eigenlijk, hè? Ja, die voorbereiding. En dan, ja. En als het niet, en dan moet je het lapje omslingeren. Van mijn moeder moesten wij dat altijd helemaal netjes doen. Dus eerst op de draad af dat kaaslinnen knippen. Dan omslingeren. Maar je deed dat allemaal omdat je wist dat dat moment kwam. Dat je met dat prachtige gekleurde garen ergens in een hoekje begon. En zij deelt het dus dan ook nog in het midden. Ja, dat doe ik ook altijd. Ik begin altijd in het midden. Met een draad in het midden. En die trek je er dan later zo onderuit. En inderdaad een kaart te maken. Want jij hebt het garen dan hier. Zo, maar we maakten dan kaarten. Ja, voor een project en doe dan, ik dat wel hoor. Inderdaad, van die rondjes en dan zet je de tekentjes ernaast. Ja. Want een borduurwerk bestaat uit honderden kleine tekentjes die allemaal een eigen kleur vertegenwoordigen. En dat, al die voorbereidingen, dat garen in die gaatjes doen, dat was al, dan naderde je al het hoogtepunt. En dan inderdaad uitrekenen waar het midden is. Of goed rekenen en dan in de rechter benedenhoek beginnen. Oh. Maar het punt is inderdaad, je borduurt, en daar hebben we al een hele aflevering over gemaakt. Je borduurt zo'n heel ding. En wat dan? Je hangt het niet op. Nou, bij ons thuis hingen wel borduurwerk. Jawel, maar nou ja, jij doet het nu geloof ik, Ik heb wel eens een heel mooi kussen geborduurd van rozen. Ja, maar een kussen. Dan geef ik dan weg, want dan denk ik van ja. Kijk, een kussen, dat doe je in een kussensloop en dan ga je dan tegenaan zitten. Ja, dat was niet echt de bedoeling, dat was meer voor de show. Maar een borduurwerk, ja, wat moet je ermee? Dus ik vond het zo geweldig. Nou, Lara, die heeft... Geweldig stukje in die heeft krant. Jaren over gedaan. Auw. Allemaal letterlap met allemaal hondjes en beertjes maken. Heeft ze jaren over gedaan. En toen werd ze zwanger en toen was hij af. Heb ik er een lijst om laten maken. En die hangt dus nou op de kinderkamer. Ja. Dan is het wel heel leuk, hoor. Oh ja, voor het trouwen van mijn zuster en mijn zwager heb ik een hele grote letterlap geborduurd in één kleur. Wat leuk. Die heb ik zelfs helemaal meegenomen toen we naar Siberië gingen. Heb ik daar zitten borduren. Zie je ook nooit meer dat mensen in het openbaar of zat je in je hotelkamer met je ijsmuts op? Nee, ik nam dat gewoon mee overal waar we naartoe gingen en dan ging ik 's avonds borduren. Ja, maar wij zaten toch vroeger ook overal te breien en zo? Ja. Nou, dat zie ik dan nooit meer. Kijk even, wat je opgemaakt, kan je dat zien? Dit is het idee. En dan kan je bijvoorbeeld ook zo. Waar is hij? I had je mom. Heb je alles al weer uitgehaald? Ja, dat probeer ik, maar dat lukt me niet omdat ik het niet goed kan zien. Dus ik laat het er gewoon in zitten als herinnering aan dit. Deze escapade. Deze middag. Ja? Bij het uithalen en het borduren heb ik allemaal lusjes getrokken. Dus het is er niet mooier op geworden. Moet je even afknippen. Wie houdt er nou niet van vogeltjes? Ik niet zo erg. Echt niet? Nee, ja, wel als ze buiten zitten en vrolijk te fluiten. Dan je wilt toch ook niet een vogeltje binnen? Nou, daar heb ik dus heel lang gehad. Zo'n agapornis. Een agapornis? Wat is dat? Een lovebird. Ik moet eigenlijk met z'n twee zijn. Een levende? Ja, mijn zoon had een vogeltje. En in een kooi? Ik kwam weer binnen. Maar de kooi zit heel vaak open. En ik kwam binnen en zei hij, Ritty, Ritty. En dan kwam die vogel eraan verliggen. En die ging dan bij me op schouder zitten. Huh? En dat was heel schattig, tot ik hem per ongeluk heb laten vliegen. Oh. Ja, ik kwam van het balkon
We hadden een balkon, we woonden op een flat. En kwam, van het balkon ging de kamer in. En toen deed ik dus de deur open. Maar ja, daar kon ik natuurlijk ook niks aan doen. En die vogel die ziet dat en die zo langs mijn hoofd heen. Dan was ik weg. Ik moest toch ook weer een keer naar binnen. Ja, toch? Dat moet ik zeggen. Maar ik had die vogel eigenlijk even in de kooi moeten doen voordat ik naar buiten ging. Maar ja, dat was zo'n vogel die eigenlijk het liefst een beetje rondvloog. Die kon je niet zomaar pakken ook. Het was Masha's vogeltje. Nou, moet ik even vertellen. Maar hij zegt wel dat het niet waar is, maar het was echt waar. Ja, een vogel. En had hij gezien, weet je, wat die prinsessen van Disney altijd doen. Die hebben dan zo'n vogel en die laat ze dan vrij en doen zo. En dan vliegt die vogel weg, hè? Dus dat had hij gezien en hij dacht zo. Woe! Die vogel die klapte heel plat vol. Zo naar beneden. Ja. Ja, dan is het natuurlijk. Ja. En dan komen ze niet het plafond tegen. Wat zo grappig. Maar ik snap wel dat hij die Belg en Belg ontkent. En dat nog niet. Steeds. Ja, het is ook maar goed dat hij niet kijkt. Ik was er bij, hoor. Ik was echt waar. Zoiets verzin je toch ook gewoon. Het is ook echt zo zielig. Nou, dan zijn we geëindigd met een vrolijke noot. Ja, vogelnoot. Oh ja. We kunnen nog even blij maken. Daar kunnen we nog een zaadje van meepikken. Daar kunt u nog een zaadje van meepikken. Oké, okay, nou. Oh, ik ben naar bed. Ja, oké. Okay. Het was hem weer. Ciao. Dank voor het kijken. Word abonnee van ons kanaal. Okay, ciao.